Bobijs naar de bank. Begijn in doel, de verdedigers Mazureel, De Wulf, Van den Bussen en Vianen. Op het middenveld Stassin, Milosevic, Meissen en Borkelmans. En de aanvallers Vlachos en Jbari. Bij Beveren speelden 9 Ivorianen en maar 2 buitenlanders. De Let Stepanovs en de Fransman Lebras. In de goal Coppa, achteraan Eboué, Arsène, Stepanovs en Boka. 5 middenvelders, Lebras, Yapiapo, Touré, Marconé en Péhé. Kai Per was de enige aanvaller. Erik Blaro, de scheidsrechter. Het commentaar is van Stefan van Loek. Yapiapo. Jbari, bal ingeleverd bij Touré. De man die het diepst op het middenveld staat met nummer 2 zet zich door en liet zich dan wat vallen. Ik dacht niet dat onze vriend Jimmy De Wulf een overtreding ging. De herhaling gaat dat duidelijk maken. De knie stond er en dan ging Yaya Touré, mijn zinziens, iets te makkelijk neer. De bal blijft in het bezit van Beveren inmiddels. Met een voorzet naar Touré die de bal op de borst krijgt. Appel voor handspel en opnieuw laat de man doorspelen. En een knappe goal voor SK Beveren. Dat heel vroeg 0-1 voorkomt. Nog eens de controle op de borst. Duidelijk geen handspel ondanks het appel van onder meer Dennis Vianen. En dan was er Marconé die uithaalde en de bal voorbij Begijn plaatste. Beveren 0-1. Péhé. Kuiper. De kleinste jongens op het veld. Constant Kuiper. 1-2 en een overtreding dit keer wel gefloten van Jan Mazureel. Arthur Boka staat klaar om de vrije schop te nemen. Net als Gilles Yapiapo over de muur. Parade Begijn die de bal in corner weert. Knappe vrije schop van Gilles Yapiapo, maar even klap gered door Ricky Begijn. Voorkomt de 0-2. Yapiapo. Lebras. Lage ingestoken bal. Fout van Lebras op Jbari. Kreeg een tikje in de rug Nordin Jbari. Vrije schop snel genomen tot bij Andy Vlachos. Die lepelt de bal over doelman Coppa. Maar naast het doel helaas voor hij en voor Sterke Brugge. Sterke Brugge dat tot dusver niks klaar kreeg tegen een Fries voetballend Beveren. Had de 1-1 aan de voet, maar Coppa sloeg de bal uit het doelvlak. Vrije schop SK Beveren. Indraaiende bal. Buitenspel. Deze goal wordt afgekeurd. Het gejuich op de Beverse bank verstopt meteen na deze goal. Terwijl er van buitenspel helemaal geen sprake is. Dat ziet u op het moment dat de bal vertrekt. Geen offside. En de goal, jammer voor Beveren, afgekeurd. Ten onrechte afgaande op dit beeld. Doelpunt van Yaya Touré. Bal bij David Lebras. En de bezoekers blijven de wet dicteren, blijven de toon aangeven. Veruit het beste voetbal komt van SK Beveren. En dat is uiteraard niet de eerste keer in de wedstrijd dit seizoen. Vorige week levert er ook nog eens 3 punten op. Hier is Marconé opnieuw met een bal voor Yapiapo. Kuiper wacht en Yapiapo doet het zelf. Zet Ricky Begijn compleet op het verkeerde been. Die verwachtte een voorzet, dook al naar die bal waar die bal niet kwam, maar die verdween langs de andere kant in doel. En zo komt SK Beveren, verdiend door het goede Friese, en neem dat maar letterlijk, Friese voetbal op 0-2. En dat op 19 minuten van de rust. Beveren 0-2 voor op Cercle Brugge. Yapiapo. Eboué. Goede combinatie. Heerlijke combinatie. Handspel. Niet gefloten door Blaro. En Péhé kon niet afronden. Nog eens die heerlijke aanval met Eboué, Arsène en Touré. En dan is het moeilijk te zien, maar uiteindelijk denk ik niet dat het handspel was, eerlijk gezegd. En had Blaro bij het rechte eind. Hoge voorzet en daar is Coppa. Die gooit de bal meteen tot bij Gilles Yapiapo. Die de ploeg hier dirigeert. Samen met Yaya Touré. Dit is Kuiper. Kuiper met Jimmy De Wulf voor zich. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Constant Kuiper. Ja, zo krijg je een verdediger knotsgek gemaakt. Heerlijke beweging van Constant Kuiper. Onwaarschijnlijk. Doe daar maar wat tegen als verdediger. Goeie opening. Jan Mazureel. In het centrum
Onder meer Nordin Jbari, voorzet Jan Mazureel. Jbari naar de bal, legt hem terug. Meijse Borkomans. Meijse blijft in balbezit. Kan afleggen voor Vlachos. Maar die heeft dan Jappi Jappo in zijn buurt. En die moet een eindje terug. Tot bij Dennis Vianen. Het schot uit de tweede lijn komt er niet. Overtreding van Igor Stepanovs op Nordin Jbari. Gele kaart voor Stepanovs. En Selkebrugge klaar voor de vrijschop. Een muur in twee stukken. Met Jappi Jappo ertussen. Het woord Harold Meijsen. Al gaat net naast, maar is niet meer aangeraakt door Kopa. Dus een doeltrap. De bal van Harold Meijsen. Kopa ging naar de goede hoek, maar hoefde hem niet te raken. Marco Nee. Pehe. En er is steun van Boca, maar het gaat dieper naar Kuiper. Die zat tussen twee man gekneld. En dat is een cadeautje voor Marco Nee. En het staat 0-3, zijn tweede van de middag. En Cercle koud afgemaakt terwijl daar twee spelers tegen elkaar waren gebotst. Het spel doorging. Nog eens de botsing hier met Van den Bussen en Kuiper. En dan terwijl die twee spelers daar liggen en niet het duel kunnen aangaan, nog de bal kunnen veroveren, maakt Marco Nee zijn tweede van de middag en brengt zo de ruststand op 0-3. Yaya Touré met ruimte voor Jos Pehe. Geen buitenspel. Jocelyn Jos Pehe en Jappi Jappo is mee. In de loop van Jappi Jappo gaat het 0-4 worden bij het begin van de tweede helft. Jappi Jappo met de controle. Schakelt Wulf uit, maar dan is de bal bij Jan Mazureel. Uitstekende kans voor Beveren vroeg in de tweede helft. Touré, Jappi Jappo en Eboué is weg. Kijk eens, wat een bal. Eboué wat verder van de voet en dan binnen. Verste hoek en 0-4. Wat een doelpunt. En wat een show, wat een wervelende show van de Ivorianen van SK Beveren. Emmanuel Eboué, de meeopgerukte rechtsachter, Vlemingswachten. En deze Ricky Begijn is voor de vierde keer geklopt. Hoge bal van Milosevic. Aan die Vlachos kan zich eindelijk losrukken van een bewaker, maar schiet dan veel te zwak in de handen van Kopa. Het was een mogelijkheid voor Cercle Brugge. Met Andy Vlachos die de beste daar straks al miste en nu een gekraakt schot aflevert. In het vak van de supporters van Beveren is het al een hele tijd feest. Ze hebben er alle reden toe. De Ivorianen, aangevuld met nu een Belg, een Let en een Fransman, geven voetballes aan Cercle Brugge. Yaya Touré, mooi gedaan. Geen buitenspel van Vlemings. Yaya Touré met steun van Jappi Jappo. Yaya Touré gaat het zelf doen. Schot uit de tweede lijn, botsend en dwarrelend naast het doel van Ricky Begijn. Jappi Jappo. Jorren Vlemings tracht daar Mazureel uit te kappen. Vlemings, bal bij Yaya Touré. Hier is Jos Pehe en Begijn. Twee mogelijkheden op rij voor Beveren. Vlemings kan zich voorlopig nog niet doorzetten sinds zijn invalbeurt. En Cercle komt er amper nog uit. Nu dan misschien met Kenneth Notte en Kopa veruit zijn doel. En ook hij speelt mee uiteraard. Ook hij maakt deel uit van de voetbalacademie van SK Beveren, van Mark Jou. Dan mag er kritiek zijn op dat beleid en op dat soort toestanden. Ze geven letterlijk en figuurlijk kleur aan het voetbal. En bezorgen de verkleumde toeschouwers hier een warme namiddag, de spelers van Beveren. Vlemings met een schot in de handen van Ricky Begijn. Laatste aanval van Beveren allicht. Jocelyn Jos Pehe met nog een bal voor Jappi Jappo. En Barreau fluit de wedstrijd af. Een ruim verdiende zege voor Beveren. 0-4. Beveren gaf hier tegen een onmondig en onmachtig Cercle Brugge gedurende 90 minuten voetballes. Cercle Brugge 0, SK Beveren 4. Thank you.